Proeflokaal aan de Amstel, aan de Veemarktstraat, heeft de bronzen tapknop 2013 voor Noord-Nederland gewonnen. Dat is de derde prijs. De jury kijkt naar goede gastvrijheid, service en een goed getapt biertje. Eigenaresse Kim Boonstra is erg blij met deze prijs. Het ding wat ik wil doen, of wil bereiken, is dat mensen zich hier thuis voelen. En de meeste van mijn vaste gasten die voelen zich dat ook. Vind je terecht dat je deze prijs hebt gewonnen? Uiteindelijk wel, want je doet natuurlijk hartstikke je best om iedereen te voorzien van een goed getapt glas bier. De gouden tapknop ging naar café Tjeukenmeer uit Oosterzee. Het wapen van Ooststellingwerf uit Oosterwolde kreeg de zilveren tapknop. De drie tapknopwinnaars uit Noord-Nederland strijden deze maand met 100 deelnemers in Ahoy Rotterdam om het gouden, zilveren of bronzen fust. De prijzen voor de beste horecazaken van 2013. Het is uiteraard hartstikke spannend. Het is ook heel leuk, want het is tijdens het evenement de Vrienden van Amstel Live in de Ahoy. Nou, en daar wordt de jaarlijks de grote uitreiking bekendgemaakt van wie er dan uiteindelijk wint. Nou, met brons denk ik dat ik sowieso bij de top 20 van heel Nederland sowieso wel zit. Ja. De tapknopverkiezing werd georganiseerd door bierbrouwerij Heineken.